En laten we deze dienst opdragen. Yes. Vader in de hemel, dank u wel, Vader, voor deze nieuwe morgen, Vader. Heer, dank u wel, Vader, voor deze nieuwe dag, Heer Vader, voor dit samen zijn, Heer Vader. Heer, dat we zo bij elkaar kunnen komen, Vader. Heer, al is het met sommige maatregelen, Vader, die we hebben, Vader, maar we zijn dankbaar, Vader, dat we nog steeds de vrijheid hebben, Vader, om in dit land bij elkaar te mogen komen in die ene wonderbare naam, Vader, van Jezus. Heer, we willen zeggen deze morgen, Heer, wees welkom. Heer, neem plaats in ons midden, neem de ere plaats, Heer. En dank u wel, Vader, dat u hier bent, Heer. Heer, Vader, we zien uit naar datgene, Vader, voor datgene wat u vandaag wil gaan doen, Heer. In ons midden, in ons leven, Vader. Voor datgene wat u persoonlijk voor ons heeft deze morgen. Heer, wees welkom deze morgen. Heer, en we zien uit naar datgene wat u wil gaan doen. Heer, ik bid ook, Vader, voor ieder die meekijkt op dit moment via de livestream. Heer, Vader, dank u wel dat u met hen bent. Heer, en dank u wel, Vader, voor ieder die meekijkt deze morgen. Heer, Vader, we zegenen die personen in de naam van Jezus. Amen. Ik heb een aantal mededelingen. Aanstaande maandag is er natuurlijk, zoals iedere maandagavond, is er weer bidstond vanaf 8:00. We nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Ik moedig u zelfs aan om te komen. Het is goed om te bidden. En gebed hoort de motor te zijn van ons als gemeente. Amen. Aanstaande dinsdag hebben we weer een gezamenlijke studie. Afgelopen dinsdag sprak oom Joop Risamassu. We hebben te gekke tijd gehad. En aanstaande dinsdag zal broeder Ben Behitu bij ons aanwezig zijn om te delen vanuit Gods woord. Dus ook daarvoor wil ik u aanmoedigen om te komen, om te ontvangen. En wilt u erbij zijn, vergeet niet uw plek te reserveren via de website www.woordendaad.net. En dan zien we u graag erbij. Dan ook nog een leuk nieuwtje. Zondag 25 oktober hebben we weer een doopdienst. Dus mocht u graag gedoopt worden, denkt u erover na. Is er een verlangen in u? Spreek een van ons aan. U kunt mij aanspreken, u kunt oom Younes aanspreken. En go for it. Yes? Amen. Fijne dienst. En laten we gaan zingen. Laten we de Heer groot maken. En ik wil u vragen om, als u kunt, om te staan voor de Allerhoogste Heer. U zij de glorie. U zij de glorie. U zij de glorie.
Jezus heeft hij gedragen aan het kruis van Golgotha. U zij de glorie, Heer. U zij de glorie. Voor wie zou ik nog vrezen? Halleluja, Heer. Halleluja, Jezus. Halleluja, halleluja. Woe! Halleluja. Halleluja. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder, louder than the unbelief. Yes, I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, I'm gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. There is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you, Lord, you hold on me. I'm gonna sing. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Defeated, the King is alive. Woo! Sing a little louder, 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 sing a little louder. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody.
beauty. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. 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 I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. In the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah, I raise a hallelujah, raise a Shabra la 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 masera yara la bashoya ya. Sobra la 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 masera yara. Shaya la 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 maso. Debra la 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 maso na bashera ke. Amen de koning der koningen. Amen, the koning der koningen. Oh, Jezus. Wonderbaarlijke naam, boven alle namen. Koning Jezus. Shabalaba kosodro kodama. Shabalaba sonalaba. U bent waardig hier. Halleluja. Halleluja. Samalama shono yoro lama sereke. Vader, we willen voor u neerknielen, u aanbidden. U loven, u prijzen, want in uw Zoon Jezus heeft u alles gegeven. Het is volbracht, Heer. O Heer, we willen van u zijn. Heel ons wezen, elk deeltje van ons lichaam, ziel en geest is dood, want u leeft in mij. Vader, leef door ons heen. We zijn een levend offer voor u, Heer. En we leggen heel ons wezen op het altaar, want Heer, u bent het waard. U bent zo groot, zo groot. Zo wonderbaar. Zoveel licht, zoveel liefde. Zoveel leven. U bent zo goed, Heer. Sabra toko shaka takarabaka sa. Sabra takasandra. Het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In elke omstandigheid, het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In geest en in waarheid, het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In elke omstandigheid. Het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In geest en in waarheid.
open, het voorhangsel gescheurd. U stierf aan het kruis voor mij, de weg is vrij. De hemel open, het voorhangsel gescheurd. U stierf aan het kruis voor mij, de weg is vrij. Het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In elke omstandigheid. Het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In geest en in waarheid. Oh, 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 oh. In elke omstandigheid. Oh, zijn aanwezigheid. Zijn hart is open, zijn armen uitgespreid. Kom nu maar binnen in zijn aanwezigheid. Zijn hart is open, zijn armen uitgespreid. Het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In elke omstandigheid, het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In geest en in waarheid, het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In elke omstandigheid. Het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In geest en in waarheid. Oh, is de tijd. Nu is de tijd om u te aanbidden, Heer. Nu is de tijd. Nu tijd om u te aanbidden, nu is de tijd, nu is de tijd om u te aanbidden, nu is de tijd, nu is de tijd om u te aanbidden. Nu is het tijd om u te aanbidden, Heer Vader. Heer Vader, met een hart van aanbidding, Vader, willen we deze morgen bij u komen, Heer Vader. Heer, we willen ons hart openen, Vader, voor datgene wat u wil spreken deze morgen, Heer Vader.
Heer, dank u wel dat u een levende God bent. Heer, we danken u dat u een sprekende God bent, Vader. Heer, Vader, we danken u wel, Vader, voor dat woord, Vader, wat u deze morgen op het hart heeft gelegd van uw dienstknecht, Vader, broeder Joop. Heer, Vader, en we zegenen het in de naam van Jezus, Heer, Vader. We zegenen het en we zegenen het en we zegenen het in de naam van Jezus. Dank u wel, Vader, voor uw woord deze morgen, Vader. Om je ook wees gezegend en wees bekrachtigd in de naam van Jezus. Amen. Amen. Zullen we om je ook deze morgen een warm welkom geven? Yes. Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Ik ben blij om... Ja, blij is misschien niet het juiste woord. Ik vind het een voorrecht dat ik toch opnieuw hier mag zijn. Ook een nice excuses nog. Hij belde me net in de auto op van, oom Joop, wat zijn de teksten? Ik dacht, oh wauw. De teksten waren alleen maar voor dinsdag. Voor vandaag heb je geen teksten. Dus gauw even met hem. Ja, als het goed is, hebben ze... Toch? Hij is aan. Hij is aan. Hij is aan. Ja, dus gelukkig was ik wat vroeger hier. Excuses nogmaals. Zelf ben ik niet zo gewend om te werken met de teksten op de... Maar de jongelui bij ons in de gemeente wel. Nou, misschien is dat wel het verschil een beetje. Maar het woord blijft hetzelfde. Het thema is deze morgen genomen uit Psalm 126, vers 5 en 6. Wie met tranen zaait, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Amen. Ja, zeker. Amen. En toen ik deze tekst las, deze psalm las, moest ik tegelijk denken aan de weg van lijden. Moest ik tegelijk denken aan de Via Dolorosa. De weg van moeite, de weg van zorg, de weg van pijn. De weg die de Heere heeft gewandeld, gestrompeld, gelopen, als je dat lopen kon noemen. 600 meter lang, tenminste dat heb ik uit de geschiedenis ergens gelezen, dat de Via Dolorosa van Jeruzalem naar de heuvel Golgotha ongeveer 600 meter was. En terwijl ik daarbij stil stond, bij dat beeld dat hij liep daar, probeerde ik me voor de geest te halen. Dat ik langs de weg sta. Ik wil u vragen om op te staan met mij. Wilt u opstaan met mij? U en ik zijn uw getuigen. Daar wandelt hij. Met zijn balk. En die dwarsbalk van het kruis op zijn rug. Geslagen, dat hebben wij niet gezien. Hebben de mensen ook niet gezien aan de kant. Was binnen bij die soldaten die hem sloegen. Met leder, zware lederen stof. En dan aan het eind van die balletjes, dus zijn rug werd gereten. Dat doen ze zodat wanneer degene die opgehangen werd niet te lang hoefde te lijden, dat hij snel kon sterven. Dus daar zit wel iets positiefs in. Maar hij heeft geleden. Hij is geslagen. En daar loopt hij. U en ik zien hem daar lopen. Zien hem daar gewoon lopen. Uitgejoeld. Hij kon niet meer. Hij viel. En ze pakten Simon van Cyrene. En die droegen ze op om zijn kruis te dragen. En ik zie dat zo voor mij plaatsvinden. En ik hoop dat u dat ook voor u ziet gebeuren. Dan denk ik gewoon, wat een liefde is daar tentoongespreid. Liefde die door pijn heen en marteling heen, Heere, zichtbaar is geworden. Liefde voor u en voor mij. En als ik dat bedenk, dan word ik klein. En dan wil ik alleen maar schreeuwen tot God en zeggen, Heer, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Wat heeft u met tranen moeten zaaien? Wat meer dan dat? In het hof werden zijn zweetdruppels, werd bloed. En hij heeft
moeten lijden. En hij heeft nog getracht de vader op andere gedachten te brengen in het hof. Om te zeggen, vader, niet mijn wil. Maar laat die beker alsjeblieft voorbij gaan. Maar toen zei hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar loopt hij. De man van smart. De man die ze een week eerder hebben binnengehaald met Hosanna, Hosanna. Palmtakken hebben ze voor hem op de grond gelegd. En nu een week later zeggen ze, kruisig hem. Dat is die man die voor u en voor mij gestorven is. Die man die de prijs heeft betaald, zodat u en ik konden leven. Laten we dat opnieuw weer beseffen. Laat het niet for granted zijn, normaal, omdat je al lang in de Heer bent. Whatever. Laat het opnieuw plaatsvinden nu, op dit moment. Laat die liefde, die zoveel heeft moeten lijden voor u en voor mij. Laat die liefde werkelijk opnieuw zichtbaar, voelbaar, tastbaar aanwezig zijn op dit moment. Dat geeft het leven weer zin. Want zolang we wandelen met de Heer, u misschien 10, 20, 30, 40 jaar, dingen worden gewoon. Het is niet gewoon. Toen hij daar wandelde, of toen hij daar liep en zo geslagen werd. En toen hij viel. En toen de vrouwen zeiden en hadden medelijden met hem. En hij zei, heb geen medelijden met mij, heb medelijden met uw zonen. Zelfs in zijn diepste nood dacht hij aan die ander. 600 meter lang, strompelend. De pijn, de opengereten rug, de hoon, de spot, bespuwd. Besef wel, mijn lieve broeders en zusters, en ik ook zelf, ook op dit moment opnieuw. Hij deed het voor u en voor mij. Stop met spreken over liefde, wanneer het niet gebaseerd is op de liefde van Christus. Dan zijn het allemaal holle woorden. Ik heb een ring gehad ooit, nog eens een jaar, een trouwring. Dat was het bewijs dat ik getrouwd was met haar. Maar die ring is al dus bijna 39 jaar weg gewoon. Maar de liefde was niet afhankelijk van die ring voor haar. Die liefde was afhankelijk van het vertrouwen dat ik stelde dat God, ondanks dat die ring er niet meer is, die liefde in mij zal doen blijven branden voor het verbond wat ik gesloten heb met haar. En hoeveel te meer het verbond dat hij gesloten heeft met mij op grond van de weg van lijden. Ik wil ons even gewoon indachtig maken. Wat een geweldige liefde. Wat een grote liefde die wij niet kunnen beseffen. Ja, daar heeft plaatsgevonden. Zonder woorden liep hij daar. Maar hij liep daar voor u en voor mij. En wanneer we daar zijn, nu mogen we staan en niet als honend, niet als spugend, niet als hem onderuit willen halen, maar daar mogen we nu staan met dankbaarheid. Staan met dankbaarheid. Ik sta daar en ik ben dankbaar. Ondanks die pijn die u heeft geleden voor mij, ben ik dankbaar. Waarom? Want u deed het voor mij. En daarom wil ik u alle eer, alle aanbidding geven. Wauw, wat een geweldige mooie liederen hebben we gezongen. Wat een geweldige mooie liederen hebben we gezongen. En ik hoop, lieve broeders en zusters, dat we meer en meer gaan beseffen dat niets mogelijk is, niets volbracht kan worden in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in het gemeenteleven, wanneer het niet in vertrouwen op die liefde plaatsvindt. Vertrouwen op die liefde. Het is een liefde die nooit beschaamd laat staan. Het ring was niet afhankelijk van dat ik daarom haar trouw zal zijn. En ik wil je een voorval vertellen. Vorig jaar, 7 december, waren we 40 jaar getrouwd. En net die week verloor ze haar ring. Haar trouwring. Ik dacht bij mezelf, hey schat, wat ben je aan het doen? Dat ik mijn ring verlies? Oké. Maar jij, bijna 40, net in die week daarvoor. We wouden naar Indonesië, naar Ambon gaan om daar ons 40-jarige huwelijk. En opnieuw beseften wij, het is niet afhankelijk van de ring. Dat is wel jammer van de ring. Hadden we nog bij Siebel gekocht. Weet u, kent u die? Zo, die is er niet meer in Rotterdam. Ik weet niet of die nog bestaat. Maar daar hebben we toen die ringen gekocht. Ringen, liefde is niet afhankelijk van een tastbaar voorwerp. Liefde is afhankelijk van uw relatie en mijn relatie met die hemelse vader. Gaat u zitten. Met die hemelse vader. Weet u, ik heb dit een maand geleden hebben we heilige avondmaal gevierd. En toen heb ik ook de gemeente laten staan. En zeg, ervaar, laten we nu opnieuw weer beseffen waar het om gaat. Waar het echt om gaat. Het gaat echt niet om mij. Het gaat echt niet om de leiders. Het gaat om hem en hem alleen. Het gaat om hem en hem alleen. En we baden net, voordat we begonnen, met Romano, om Yunus en Jolanda, mijn vrouw,
En ik zei tegen Romano, Romano, je moet gaan. Gebruik makend van je jeugdigheid. Want je hebt een verhaal, je hebt een roeping. Er rust een roeping op je leven. En je hebt een erfenis meegekregen. Je hebt een erfenis meegekregen van je vader, van je opa. Je oom speelt daar geweldig. Je moeder zit achter je. Die kleine, waar is je trouwens heen? Je hebt een erfenis gekregen. Ja, Psalm 119, helaas, hoekomenij, daar zit, heb ik geen tekst van. Psalm 119, vers 111 zegt, ik verblijd mij in uw getuigenissen. Uw getuigenissen zijn voor mij als een erfenis. Je hebt een erfenis gekregen van je opa, van je vader, van je moeder, van je ooms. En laat het getuigenis niet geroofd worden. Ga staan. Ga staan en laat zien dat je bent een gezalfde, een geroepene van de Heer. Ik was ook jong. Ik was nog geen jaar uit die afkikcentrum. Ja, kun je nagaan. Ik was nog geen jaar uit de afkik. En toen zei, hadden we een vergadering. En toen zei een van de broeders, die zei tegen mij, jij wordt een oudste. Ik zeg, je wordt een oudste. Hé, hey, Timotheus, dat wist ik al. Ja, je mag niet jong zijn, zeggen ze. Vooral niet, anders raak je opgeblazen. Maar wanneer je vertrouwt op de Heer, sta je op 25 jaar, 40 jaar, sta je nog hier. Als je vertrouwt op de Heer. En die liefde van de Heer laat werken in jouw leven. Ja. En eigenlijk wilde ik jou vragen om voor de jonge dame te bidden. Maar dat doen we gewoon na de dienst. Na de dienst. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven. Jezus zegt in Matteüs 16, vers 24 en 25. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het vinden. Matteüs 16, vers 24 en 25. En hij is iemand die wanneer hij ons iets adviseert, ja, dan is het niet zomaar omdat hij dat uit kennis doet of gewoon wijsheid verkregen door genade, maar dan is het omdat hij dat zelf ook in gaat wandelen. Hij laat het ook zien. Hij laat ook zien wanneer hij iets zegt. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Vaker komt die uitdrukking, of zeggen we tegen, ja, we moeten nu echt aan onszelf denken. We moeten nu echt even aan onszelf denken, want ja, het is veel te druk. Dus laten we onszelf niet voorbij lopen. We moeten ons op de eerste plaats zetten. Maar is dit wel juist? Is dit wel belangrijk? Zeker als gelovigen, als kinderen van God. Ja, volgers van de Heer Jezus. Ja, dat wij dat uitspreken. Ja, dat we zeggen, we moeten eerst onszelf op de eerste plaats zetten, want het is zo druk. Ja. Maar ik vraag me altijd af, is dit wel juist? Terwijl Jezus zegt hier, we moeten onszelf verloochenen. Ik geloof, als wij werkelijk zijn navolgers willen zijn, dat wil zeggen dat wanneer we diezelfde weg willen gaan zoals hij is gegaan, het sterven en de opstanding, ofwel de weg tot leven en tot overwinning, dan moeten we bereid zijn om onszelf te verloochenen. De weg van Jezus die hij is voorgegaan aan ons is een weg van lijden. Hij zegt ook dat ons lijden wordt ons niet bespaard. Ja. Wij zullen niet bespaard blijven van moeite en zorg, van aanklagen en van binnenuit de gemeente, van binnenuit de gezin, van binnenuit de familie. Ja. Zal er strijd en moeite komen. Maar wanneer wij daarin ons vertrouwen niet stellen op God en opzien naar de liefde. Misschien is er geen uitkomst. Misschien verwacht je een bepaalde antwoord, maar het komt niet op de tijd waarvan je het verwacht. Maar blijf vertrouwen. Blijf staan op die liefde. Die liefde die die weg is gegaan voor u en voor mij. Die liefde die die pijn heeft verdragen. De hoon en de spot heeft verdragen. Die liefde die daar hing aan het kruis van Golgotha. Er is geen ander woord voor liefde. Intense liefde. Werkelijke liefde. Dan degene die daar hing aan het kruis op Golgotha. Er is geen andere verwoording van liefde dan de verwijzing naar de Vader, die bereid was geweest om het enigste wat hij heeft los te laten. Zodat u en ik leven konden verkrijgen. Leven konden verkrijgen. Als wij zeggen Jezus te willen volgen, dan moeten we die weg durven
die weg ook in te gaan van lijden, van moeite, van hoon en spot. Ja. Vaak is daar een evangelie van voorspoed, dat is er ook. Dat is er ook, maar het is niet het voornaamste. Het voornaamste is dat Jezus' leven in u en in mij zichtbaar wordt. Dat men ziet wanneer u moeite heeft, dat u werkelijk die vertrouwen stelt op hem. Dat die liefde van Christus boven alles gaat. Dan zal men zien, zij is een echte volgeling van de Heer Jezus. Bereid om de prijs te betalen, ook al kost het je wat. Ook al kost het je soms alles. Ook al kost het je soms alles. Als mens hebben we bepaalde verlangens. Willen we soms dingen gaan doen. Wensen hebben wij. En dat is helemaal niet verkeerd. Dat is goed om dat te hebben. Ja. Om uit te zien naar zaken. Maar laat dat voortkomen uit een willen dienen van de Heer Jezus. Voortkomen niet uit het willen hebben. Maar voortkomen uit de zegen die God daarop wil laten rusten. Ik heb zoveel te vertellen eigenlijk. Soms valt het niet mee om Jezus te volgen. Als vader, als moeder, als kind, als leider, als gemeentelid. Je krijgt toch wel een bepaalde stempel op je gedrukt. Want jouw uitkomsten of jouw manier van zoeken naar een oplossing gaat vaak niet, komt niet overeen met misschien degene die Jezus niet kent of je familie die niet zo de weg gaat zoals jij. Waardoor je strijd en moeite krijgt. Maar hou vol. Hou vol. Vertrouw op hem dat hij een uitweg zal geven. Ja, dat goed is. Ik vertelde laatst, maar dat weet u wel, ik heb een zus wonen bij mij. Ik denk 1 jaar of 5, met Alzheimer. Maar 10 jaar geleden, denk ik, misschien tijd is, ja, misschien is het 8 jaar geleden, werd door het ziekenhuis, door de arts, vastgesteld dat ze ziek was. Dat ze Alzheimer heeft. En ik zei tegen mijn broer en zus die met mij mee waren in het gesprek in het ziekenhuis, zei ik, weet je, laat haar maar opnemen. Ik wilde haar niet weg hebben. Maar ik weet wat voor gevolgen het zal hebben wanneer we zeggen, want we hebben onze moeder beloofd, we zorgen goed voor haar. Ik zeg, als je haar laat opnemen hier in de buurt en er is genoeg ruimte hier in Gouda, in Nieuwekerk, waar ze op, en dan kunnen we haar dagelijks bezoeken. Nee, zei mijn zus, zei mijn broer, broertje, zusje. Nee, we hebben mama beloofd dat we voor haar zullen zorgen. Ik zeg, ik zal jullie op een presenteerblaadje geven dat er komt strijd. Er komt moeite en er zal verwijdering komen. En prompt, 4 jaar geleden, mijn zus heeft haar een paar jaar in huis. Heel veel hijsa. En nu zit ze bij mij. Heb ik eigenlijk niet gewild. Maar wanneer je voor een voldongen feit staat, ja, dan ga je de feiten zien vanuit Gods oogpunt. Ga je leren vanuit Gods oogpunt dat te zien. We hebben haar in huis genomen en we genieten heel erg van haar. Bij momenten. Iemand met Alzheimer, ja, die verliest zichzelf. En dat is best pijnlijk om te zien. Pijnlijk om te zien. En de grootste boosdoener is mijn vrouw. Ik ben eigen natuurlijk. Zij zal nooit tekeer gaan tegen mij. Maar zij is een vuile boef. Domineesvrouw, nep domineesvrouw. Juist door het vertrouwen te hebben in de Heer Jezus. En ik ben juist degene die het eerst haar probeert aan te vallen. Of te corrigeren, maar het heeft geen zin. Want het komt niet aan bij haar. Maar zij zegt, Joop, draai je om. En ga verder. Maar ik wil zeggen, ah, begrijp je, doet ze zeggen toch ook voor jou. Ze kookt voor jou, ze maakt je kamer schoon. Nee, zij is een boef. Wanneer je dat vertrouwen niet hebt. Wanneer je niet op zulke momenten, ja, hetgene wat je zaait, zelf beleeft, het woord van God, dan zijn het holle woorden. Dan zijn het holle woorden. En ik heb die momenten van holle woorden. En dan schaam ik me diep. Dat ik haar dan probeer te, doe normaal. Jolanda doet alles voor jou.
en jij gaat daar uitscholen, laat er maar gaan. Dat kan je alleen doen wanneer je besef hebt en vertrouwen hebt in die liefde en in het vertrouwen en in hetgene wat de Heer heeft gedaan voor jou. En ik zeg altijd tegen haar, je bent geweldig. Gehoond, bespot, bespuwd. Maar het is niet prettig. Het is echt niet prettig. Je ziet aan de andere kant een vrouw, 76, die haar leven verliest, niet met zichzelf heeft. En die alleen maar woorden uitkraamt die je graag zou willen corrigeren. Maar gewoon moet loslaten. En zo zullen u en ik omstandigheden meemaken die waar we geen grip op hebben. En juist op die momenten moeten we bewust zijn van zijn tegenwoordigheid. En vertrouwen op hem. Ik begrijp het niet, maar hij weet het. Dat is voor mij al een geruststelling. Ik begrijp het niet, maar hij weet het. Een ander voorbeeld wat ik graag wil nemen is uit Handelingen hoofdstuk 7. Over Stefanus. Over Stefanus. Hoe hij eigenlijk geroepen werd als diaken. Praktische dingen te gaan doen in de kerk. Met 6 anderen. Lees we in Handelingen hoofdstuk 6. En dan zien we dat op een bepaald moment staat er in Handelingen hoofdstuk 7. Ik zal het even hier. Voorlezen aan u. Handelingen hoofdstuk 6, sorry. Vanaf vers 8 staat er een tekst. En Stefanus vol geloof en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Dan zien we een geweldige verandering plaatsvinden. Eigenlijk geroepen als zijnde om het huishoudelijke te doen. De weduwen te voorzien van wat ze nodig hadden. Maar hier zien we dat hij was vol van geloof. Hij was vol van de Heilige Geest. En hij deed wonderen en tekenen. En in Handelingen 7 lezen we dat hij eigenlijk met valse voorwendsels door getuigen aangegeven aan de raad gevangen werd genomen. En hij ging zijn verhaal doen vanaf Abraham tot aan heden. En wat een geweldige verhaal. Wat een weg heeft hij moeten gaan, deze Stefanus. Die ondanks dat hij zo, toen ze hem zagen, staat er, ze konden hem wel opvreten. Maar ze zagen ook een gezicht als van een engel. Ze zagen in hem een vast geloof, ja, en vertrouwen in hetgene wat hij predikte. Dus ze konden bijna niet wachten om hem te stenigen, maar hij bleef doorgaan. Stefanus, hij bleef doorgaan. Hij bleef doorgaan. En we weten van het verhaal van Stefanus dat hij werd gestenigd. Ja, dat hij werd gestenigd. En terwijl hij werd gestenigd, riep hij Jezus aan. En hij zei, Jezus, Heer, ontvang mijn geest. En hij zei met luide stem, reken hen deze zonde niet toe. En dit is iets wat ik graag bij u achter wil laten. Wanneer we onrecht gedaan worden, dan bidden we, Vader, ik wil gerechtigheid. Want het is niet mijn fout. Want het is niet mijn fout. Dan willen we dus gewoon dat het in orde, dat men ziet dat het niet... Maar het is niet belangrijk. Onze rechtvaardigheid is in hem. We hoeven ons niet te bewijzen. Niet bang te zijn. U hoeft niet bang te zijn wanneer u onrecht wordt aangedaan. En u weet, het is niet juist. Rekent hun de zonde niet toe. Ik kan me voorstellen dat toen hij dat wanneer hij had gezegd en geschreeuwd had terwijl hij gestenigd werd. Vader, ik eis gerechtigheid. Waarschijnlijk was Paulus niet de man geworden die hij is geworden. Maar hij zegt, Vader, rekent hun de zonde niet toe. Zoek niet uw gelijk wanneer u onrecht wordt aangedaan. Vertrouw op de Heer. In de jaren van bediening, maar ook in de jaren in het gezin, ook in de familie van ons, is er altijd heel veel moeite, heel veel strijd, wat ik zelf heel erg jammer vind. In sommige momenten dan weet ik dat ik gewoon volledig gelijk heb, of dat wij gelijk hebben. En dan moet je het durven los te laten. En te zeggen, de Heer rekent het ze niet toe. En soms doet het pijn wanneer je die woorden uitspreekt. En Stefanus, die maakte dat mee. Stenen vlogen op hem af. Heer Jezus gekruisigd daar op Golgotha. Bloedend, pijn. Hij zegt, Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Zeggend op het moment dat je pijn lijdt, brengt de grootste overwinning.
zeggend die belijdenis uitspreken. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Ja. Wanneer je juist zoveel pijn leidt, zal de grootste zegening brengen voor u en voor mij. En dan komt God en dan zegt hij, ja, jij, ook ondanks al die pijn, je hebt toch blijven vertrouwen op mij. Je hebt geen uitkomsten gezocht. Ik moet mijn Nederlandse taal weer gaan. Dat komt omdat mijn kleinkinderen praten zo. Gezoekt. Ja, dan moet ik ze altijd corrigeren en dan word ik net als mijn kleinkind. Ja. Nee, laat maar. En wat ik zo geweldig vind van Stefanus, dat op het moment dat hij gestenigd werd en hij zijn ogen ophief naar de hemel, zag hij de Heer Jezus staan aan de rechterhand van de Vader. Zo, de Heer Jezus is ook een waarmaker van zijn woord. Hij zegt, ik zal ook daar als middelaar zijn voor jullie. En hij stond daar. En hij stond daar en hij keek toe. Terwijl Stefanus daar zo gestenigd werd. En dan sprak hij die woorden. Rekent hun de zonde niet toe. Dat is voor mij een geweldige les geweest afgelopen jaren. Zowel in de gemeente, in het gezin, in onze relatie, in het gezin, in de familie, in de gemeente. Ja. Om dat leren uit te spreken. Juist in de heftigste teleurstelling. Heren, rekent hen de zonde niet toe. Dan zult u zien dat God gaat zegenen. Zult u zien. Maar dat heeft te maken weer met vertrouwen. Want u wil natuurlijk tegelijk zien. Ja toch? Maar leer vertrouwen op hem. Ga dan weer staan aan die Via della Rosa. En ervaar opnieuw die geweldige intense liefde. Dat hij die weg is gegaan voor u en voor mij. Dan zult u gaan zien dat u versterkt wordt in uw geloof. Dat u versterkt wordt in uw geloof. En u alleen maar één verlangen hebt, geheel en al de uwe, afhankelijk van u en van u alleen. Ja, we worden onrecht aangedaan en we bidden voor gerechtigheid. Maar waarom kunnen we niet zeggen, Heer, reken hun de zonde niet toe? Wat betekent de weg van Jezus gaan voor jou? Een lijdensweg wellicht? Of toch meer een weg van overwinning? Ja toch? Ons lijdensweg is uiteindelijk een weg van overwinning. Want door het lijden zien, en door het lijden heen laten we zien dat we ons vertrouwen stellen niet op onze menselijke natuurlijke kracht, maar op die goddelijke kracht. Die kracht die Stefanus heeft doen uitschreeuwen, Vader, reken hen de zonde niet toe. En wat willen we toch graag gerechtigheid hebben wanneer er onrecht gedaan is aan ons. Maar wij, in Filippenzen 4, vers 20, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. En het is zo belangrijk dat wij dat anders zijn ook, juist in die moeite laten zien. En dat wij de ander uitnemender achten dan onszelf. Filippenzen 2 vers 3. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang. Ieder lette niet op zijn eigen belang. Maar die moet kijken naar de ander. Kijk naar het belang van de ander. Juist omdat je in liefde dat uitspreekt. Is er een mogelijkheid dat die ander gaat zien dat je werkelijk anders bent geworden. En verlangt naar dat anders zijn die jij uitdraagt. Die jij uitdraagt. Klopt. Ik zei het net tegen Romaan op Psalm 119 vers 111. Ik verblijd mij in uw getuigenis en zij zijn mij als een erfenis. Uw getuigenis, laat dat een erfenis zijn. Zoals broeder Bruins getuigenis is voor zijn kinderen. Ja, dat ze zich verblijden in die getuigenis. Ja. Laat uw getuigenis ook zo zijn. Dat ze zich verblijden over uw getuigenis. Wat ik ook al zei afgelopen dinsdag. Ja, die spreekwoord uit het Midden-Oosten. Wanneer je geboren wordt, ja, dan verblijdt de wereld zich. Ja, wauw. Maar leef je leven zo, dat wanneer je sterft, zij verdrietig zijn. En jij blij bent, omdat je naar je hemelse vader gaat. Leef je leven zo. Leef je leven zo. Dat wanneer je sterft, je zelf mag verblijden en de anderen je zullen missen. Op grond van wat jij hebt achtergelaten. Is
dat niet bijzonder? Om daarnaar toe te leven? Om die getuigenis als erfenis achter te laten bij de mensen rondom je? Ja. En misschien is u dat ook overkomen. Dat mensen u hebben gehoond, bespot. En mensen u niet voor vol hebben aangezien. En dat u steeds het gevoel hebt dat u rekenschap moet afleggen bij mensen. Doe dat niet. U hoeft alleen maar rekenschap af te leggen bij God. En wanneer het nodig is, houd je mond. Bid voor hem. Zegen hem. Ja. Afgewezen te worden. Of dat u misschien dingen anders zag dan de ander. Anders dan je vrouw zelfs. En dat je de nodige vragen die men je stelde niet kon beantwoorden. Vergeef en laat los. Vergeef en laat los. En bid en pleit voor hen. Zodat ze tot inkeer of tot inzicht mogen komen. We hoeven niet met allen op één lijn te gaan staan. Maar we moeten wel openstaan voor het herstellende werk van de Heer. Wanneer we dat niet toelaten, het werk van herstel, omdat we vasthouden aan onze gelijk willen hebben, ja, dan zal er alleen maar afstand komen. Alleen maar verwijdering komen. Maar wanneer we gewoon zeggen, Heer, we leggen het in uw handen, want ik weet het niet meer. Ik heb een echtpaar jarenlang begeleid, mijn leeftijd. Hij was alcoholist. En op een gegeven moment, midden in de nacht, na 2-3 jaar, één keer in de week naar het gezin te gaan. Zijn vrouw kwam bij ons regelmatig, nou, met getrouwheid in de gemeente. Maar hij dronk heel veel. En op een gegeven moment in de nacht kwamen zijn zonen mij ophalen. Belden me op. Om je op, we weten het gewoon niet meer. Als het zo doorgaat, dan slaan we hem gewoon dood. Het kan niet meer zo. En ik kwam daar 1:30 in de ochtend, 2:30 in de nacht. En ik zag hem daar helemaal laveloos. En zijn vrouw huilen. En we praten wat. En toen zei ik, ik weet het niet meer. Op het moment dat ik zei, ik weet het niet meer, zei hij, ik wil me laten opnemen. Vaak moeten we gewoon toegeven dat we het niet weten. En dan kan God de Heilige Geest de ruimte geven, of aan de ander, of aan jezelf. Ja, zodat je tot bezinning kan komen. En niet uit emotie handelen. Maar uit vertrouwen in wat hij bij macht is te doen, boven bidden en denken. We hebben echt een geweldige God. We hebben echt een super God. Een geweldige Vader. Een geweldige Koning. Dat hebben wij en die dienen wij. Maar laten we die gestalte van hem ook tot uiting doen komen in ons handel en wandel. En wanneer we moeten lijden, weet dan dat hij ook geleden heeft. He, daar staat namelijk in 1 Petrus 2, vers 21. Geloof ik, als ik dat goed heb doorgegeven, van hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wat is dat moeilijk, hè? Hè? Wat is dat moeilijk? Op die momenten, vooral moeilijk. Nee, die willen tegelijk, oh joh, ja. Nee, zegt de Heer, nee. Ja. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent u bekeerd tot de herder en de opziener van uw zielen. Dat is ook zo'n mooie tekst van uw zielen. Ja. Zielens, we hebben de geest, ziel en lichaam. Ziel spreekt van onze ik. Ziel is ikbewust. Die denkt alleen maar aan zichzelf. En als we die egoïstische, eigenwijze Joop, ja, als we in plaats daarvan zeggen tegen die eigenwijze man, en dat hij leert te zeggen, ik wil mij bekeren, tot de herder en opziener van mijn ziel. Van mijn ik. Van wat ik kan doen. Ja. Dat is echt een geweldige keuze om te maken ook. Want je ziel, je ik, wil gewoon rechtvaardiging voor het onrecht wat je is aangedaan. Het onrecht door Stefanus aangedaan. Ja.
brak de hemel open. Het onrecht dat Stefanus is aangedaan, brak de hemel open. En u en ik zijn niet anders dan Stefanus. Als er onrecht aangedaan wordt en wij durven onze hart te neigen tot de koning der koningen, de Heere der heerscharen, de Vader die ons zo heeft lief gehad en lief heeft, ja, dan zal de hemel opengaan. En zullen we Jezus zien. En dat zien van hem was al voldoende voor Stefanus om te zeggen, Vader, reken het hun de zonde niet toe. Wauw. In je hoogste pijn, in het moment dat je eigenlijk help wil zeggen, zei de Heer Jezus aan het kruis, Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Wat? Ze hebben hem uitgejouwd. Daar, die 600 meter lang, hebben ze hem uitgelachen, hebben ze hem gekleineerd, hebben ze. Maar hij zegt, Vader, vergeef het hem. En wanneer we vertrouwen stellen in die Vader, en wetenschap en kennis hebben, en steeds die ervaring willen opdoen van zijn grote liefde. Het is een oefening, het is een dagelijkse oefenen. Zodat die liefde reëel wordt in u en in mijn leven. Kunnen we zijn, net als een Stefanus, in momenten wanneer we onrecht of in het nauw zijn gedreven. Dan mogen we weten, hij is daar. Hij is getrouw. Bijzonder. Zoveel ik heb maandelijks van Open Doors heb ik een magazijn. Een magazine magazijn. Een magazine. Weet je, zo'n tijdschrift van Open Doors. En lees je de getuigenissen. Nou, dan mogen we ons hier verblijden dat wij niet in zo'n situatie komen. Dat we echt lijfelijk, fysiek vervolgd worden. Jonge mannen die tot bekering zijn gekomen, twee neven in India. Ja, die moesten verhuizen omdat zij zich bekeerd hadden tot het christendom. En zij gingen elders in een stad verderop gingen ze wonen. Hebben ze zijn eigen zaak begonnen. Corona kwam, moesten ze terug weer naar hun eigen dorp. Daar werden ze zo gehoond en bespot. En een van die jongens en die neven werd doodgeslagen. Maar die ander bleef staan in zijn geloof. Door lijden heen. Door pijn heen. Paulus zegt ook, we hebben tot nu toe nog niet tot bloedens toe geleden. Maar laat het bloed van Christus, die voor u en voor mij geleden heeft, laat het ons reinigen van onze willen gerechtvaardigd worden. En dat we die ander uitnemender achten dan onszelf. En het belang van hem of haar voorop stellen. Dan zult u zien, gelijk een Stefanus, dan gaat de hemel open in uw moeilijkste moment. In mijn moeilijkste moment. Toen mensen uit de gemeente wilden gaan bij ons. Toen mensen uit de gemeente wilden gaan met hun gesproken. Maar op een gegeven moment was ik met Jolanda, ik dacht in 2011, waren we ook in Indonesië. En toen vond er een soort coup plaats in de gemeente. En zij vonden dat zij klaar waren om te gaan beginnen met een gemeente. En ik zei dat jullie zouden eventueel een gemeente kunnen beginnen, kunnen voorgaan. Jij hebt, die persoon heeft die potentie, maar het was nog niet de tijd. Het was nog niet de tijd. Als je gewoon God de tijd geeft, dan zal hetgene wat je verlangt of je wenst, dan zal de roeping gelegd op jouw leven absoluut tot uiting komen. Niemand kan het tegenhouden. Toen men uitsprak over ons leven, wij zullen gemeenteherder, gemeente voorgaan, dacht ik bij mezelf, nou echt niet. Dat willen we echt niet. Maar God is een waarmaker van zijn woord. En we hebben hem vertrouwd op hem. En nu is het bijna tijd om de gemeente achter te laten. In goede handen. In zijn handen. En daar zie ik ook naar uit. En deze jonge mensen die de gemeente verlaten hebben, die zijn na 2 jaar zijn ze uit elkaar gegaan. En zo zijn er vaak van die momenten in uw leven. Ja, als persoon, vooral als gelovige. Dat mensen u gewoon pijn doen. En dat u gewoon op momenten denkt, nou, dit is genoeg. Enough is enough. Maar denk aan hem.
Denk aan hem die geleden heeft voor u en voor mij. Die de weg is gegaan van lijden. En tegen ons gezegd heeft, ook die weg is voor jullie. We zullen niet bespaard zijn van allerlei moeite en zorg. Dat zie je in alle getuigenissen door de Bijbel heen. In het Nieuwe Testament. Dat ze hadden moeite, ze hadden strijd. Ze werden verstrooid. Maar ze bleven vasthouden. Ik heb gelezen ergens, nu 7 biljoen mensen in de wereld, kan dat? 7, of zeg ik dat verkeerd? Bijna de helft zijn christenen. Meer dan de helft zijn christenen. En misschien is het niet zichtbaar. Maar God is doende. Vertrouw er maar op. God is aan het werk. Denk aan die steen van Daniel. En die steen werd alsmaar groter. Ja? Alsmaar groter. En hij overwon alle 4 koninkrijken. Ja. En hij werd groter. En het is niet een steen dat maar voor een moment daar is. Een eeuwigdurend koninkrijk staat er. Vertrouw daarop. Vertrouw daarop. En die God, die houdt toezicht op u en op mij. Weet u, wanneer u vervolgd wordt en u vergeeft niet, dan wordt u ook dezelfde als degene die u vervolgd heeft. Check dat maar eens na. Wanneer u vervolgt, dan is het niet zozeer zware vervolging, maar met andere woorden, wanneer degene u iets onrecht heeft aangedaan en u vergeeft hem niet, ja, dan wordt u ook degene die makkelijker andere onrecht aandoet. Dan word je ook een vervolger. Maar een vervolger die vergeeft, overwint. Een vervolgde die vergeeft, overwint. Met andere woorden, een vervolgde, u die iets, mensen hebben u iets aangedaan. Wanneer u die mensen vergeeft, ja, dan zal de hemel open gaan. Dan zal de hemel opens gaan. Psalm 126, daar eindig ik mee. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Boven deze psalm staat danklied na ballingschap. Ballingschap klinkt heel zwaar, maar het was ook terecht. Dit was een lied na de ballingschap van het volk. Maar soms zijn wij als ballingen in een omstandigheid waarin wij hebben kunnen zeggen, Vader, reken het hun niet toe. Ja? En wij doen dat niet, dan zijn wij net als ballingen gevangen onder onvergevingsgezindheid. En de overwinning gaat ons op die wijze voorbij. Laten wij elke omstandigheid waarin we tekort gedaan zijn, of tekort gedaan worden, ja, als we dat zien als gevangenschap, als ballingen, ja, en niet durven te vergeven, en onze gerechtigheid niet zoeken in onze eigen waarheid, maar onze gerechtigheid verwachten van hem, zal de hemel opengaan. Zal de hemel opengaan. En zullen we Jezus zien in zijn volle glorie. En dat zingen wij toch altijd. Vinden we toch geweldig. Ja. Maar het moet en het zal soms plaatsvinden. Door pijn en door moeite heen. Het zal soms plaatsvinden door pijn en door moeite heen. Maar wanneer je het zaad draagt en het woord blijft zaaien en je gaat al huilend voor, dan zal je terugkomen met gejuich en zal je schoven dragen. Zal je hetgene mogen wegdragen wat je hebt gezaaid. Wat je hebt gezaaid mag je wegdragen. Daar mag u zich al reeds in verblijden. Misschien ziet u het nog niet. Misschien ziet u het nog niet. De jongste zoon van ons is nog niet terug in de Heer. Hij is terug met mij. Met ons. Gaat goed met ons. Onze bede is van vader. Raak deze jonge man aan. Ik was gisteren met Jolanda, met mijn vrouw, bij hem. Zijn vrouw gaat naar de gemeente. Maar hij, ja, je weet toch, zo'n jonge man. Graag en stoer. En soms even een drankje en soms een blootje. En zegt tegen hem, schat, dat heb je helemaal niet nodig. Heb je helemaal niet nodig. Ik had ook kunnen zeggen tegen hem, wat een waardeloze vent ben jij. Ja toch? Dat zou helemaal niet eens misplaatst zijn. Je hebt 3 kinderen en je geeft zo'n voorbeeld. Zegen ze. Schat, je hebt het niet nodig.
Ik hou niet minder van jou, omdat je dat niet doet. Ik hou juist des te meer van jou. Omdat ik weet dat door van jou te houden, ja, die muren zich neergehaald zullen worden. En dat je op een gegeven moment zal zeggen, pap, niet tegen mij hoor, maar papa in de hemel, die ben ik opnieuw. En hij is een geweldige zanger. Hij kan zingen, heel, als de beste. Maar hij wil alleen maar Elvis Presley zingen. Grapje. Zullen we gaan staan? Hoe heet je vrouw? Sorry? Shawnee. Wil je bij haar staan, schat? Kom, ga bij haar staan. Zie je, Romano, wat je nodig hebt, is een sterke vrouw. En zonder een sterke vrouw zal je het moeilijk krijgen. Maar je kan het wel halen, hè? Want je bent met God. God heeft Shawnee, hè? Oké. Wil je handen leggen gewoon op haar, man? Leg je handen op Shawnee. Vader, dank u wel voor Shawnee. Dank u voor Romano. Dank u dat u dit op mijn hart hebt gelegd, Heer. Heer, om zegen uit te spreken over Shawnee, over Romano en voor de schat die u hen hebt toevertrouwd. Heer, en dat ze in hun bediening gelijkwaardig mogen optrekken. Gelijkwaardig mogen optrekken. Tot de eer en meerdere glorie van uw naam. Shawnee, ontvang die autoriteit. Zijn vrouw te zijn, maar bovenal een kind van de Vader in de hemel te zijn. Samen met Romano. Ontvang die zegen in Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we gaan staan? Oh, we staan al, hè? We staan al. We staan al. Ik hou echt van de Heer Jezus. Ik zou echt niet weten wat ik zonder hem moet. Maar ik hou van hem. Omdat hij ons leven heeft gegeven. Maar meer dan dat, een hoopvolle toekomst. En niet voor een moment, maar voor de eeuwigheid. Wat is het een heerlijk zeker weten om dat te mogen beseffen. Vader, ik zegen mijn broeders, mijn zusters. Ik dank u voor uw woord. Ik dank u dat u hebt laten zien in het leven van Stefanus, juist op die pijnlijke momenten. En wanneer we durven uit te spreken, heren, niet zoeken naar onze gerechtigheid, ook al hebben we 1000 keer gelijk, maar te zeggen, Vader, reken het hun de zonde niet toe. Of gelijk uw zoon heeft uitgesproken, daar hangend aan het kruis, door pijn gefolterd. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan gaat de hemel open. Heren, dan gaat de hemel open. En ik dank u daarvoor. Dank u wel, Vader, dat u ons deze lessen, heren, die wij mogen nemen in de klas van de Heer Jezus, heren, door de Heilige Geest ons eigen zullen maken. We willen zo graag gelijken op u, heren. We willen zo graag spreken als u. Zo graag denken als u. Zo graag wandelen als u. Zo graag omgaan met de ander, gelijk u bent omgegaan met de ander, zonder aanzien des persoons. En zeker, heren, het woord, heren, de ander uitnemender achten dan onszelf. En het belang van de ander hoger achten dan ons eigen belang. Heren, leer ons dat, elke keer weer opnieuw. Zo zegen ik u, mijn broeders, mijn zusters, en ook u die kijkt, zegen ik in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen. Amen. Geef aan Romano. Dank u wel om Joop voor het delen van het woord deze morgen. Bent u bemoedigd? Yes, amen. Ik wil vragen of worship team naar voren wil komen. Laten we nog één lied zingen. En u mag uw offergave geven. U kunt digitaal geven. Het rekeningnummer komt als het goed is op de beamer. En zal ook worden opgehaald met afstand. Dus laten we zingen. Het is nu de tijd om de Heer
te aanbidden. In elke omstandigheid, het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In geest en in waarheid, de hemel open, het voorhang zal gescheurd. U stierf aan het kruis voor mij, de weg is vrij. De hemel open, het voorhang zal gescheurd. U stierf aan het kruis voor mij, de weg is vrij. Het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In elke omstandigheid, het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In geest en in waarheid. Oh, oh, oh. In elke omstandigheid. Oh, oh, oh. In elke omstandigheid. Dus kom nu binnen in zijn aanwezigheid. Zijn hart is open, zijn armen uitgespreid. Kom nu maar binnen in zijn aanwezigheid. Zijn hart is open, zijn armen uitgespreid. Het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In elke omstandigheid, het is nu de tijd om de Heer te aanbidden. In geest en in waarheid. Nu is de tijd, nu is de tijd om u te aanbidden, Heer. Nu is de tijd, nu is de tijd om u te aanbidden, Heer. Heer Vader, wat bent u geweldig, Heer Vader. Heer, wat is het heerlijk, Vader, om zo u te aanbidden, Heer Vader. Heer, en ik bid dat onze aanbidding door zal gaan komende week, Heer Vader. Amen. Door zal gaan, Vader, als we voor situaties komen te staan, Vader, waar we niet op hadden gerekend, Heer Vader. Heer, door zal gaan, Vader, als om ons heen zoveel gebeurt in deze wereld, Heer Vader. Heer, dat we onze stem zullen opheffen, Vader, en de naam van Jezus zullen verhogen. Amen. Heer, de naam van Jezus zullen beleiden, Heer Vader, en dat bid ik, Heer Vader. Heer, dat we op die manier, Vader, zullen gaan staan, Vader. Heer, en dat onze belijdenis altijd zal zijn, Heer Vader, dat u Heer bent en dat u regeert. Gemeente, ontvang de zegen. Wees gezegend met de liefde van God de Vader. De genade van onze Heer Jezus en de Heilige Geest zijn met jullie allen. Heb een gezegende week in Jezus' naam. Amen. Amen. Fijne zondag.